De regeringsdelegatie die president Desiree Boutersen naar China heeft vergezeld, heeft 14 overeenkomsten gesloten. Op een gisterochtend gehouden persconferentie op Cola Creek kwam naar voren dat een deel van deze overeenkomsten betrekking heeft op de volksgezondheid, op economische en handelssamenwerking en toerisme. De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, zegt dat bij een volgende handelsmissie naar Suriname een groep touroperators van Hangzhou mee zal reizen om zich te oriënteren. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een samenwerkingsprotocol getekend met zijn Chinese collega voor het invoeren van traditionele geneeskunde in het Wanica ziekenhuis. Het was slechts 1 promille van die 150 miljoen toeristen uit Hangzhou kunnen aantrekken. Is dat dan 150.000 toeristen. We geven dat toeristen gemiddeld $1000 uitgeven. Kan dat een kapitaalinjectie zijn van $150 miljoen in ons land. En dat komt rechtstreeks bij onze private sector. Bij dit staatsbezoek is de MOU getekend voor visumvrij reizen van onze burgers. En we hebben in ieder geval al dagelijkse vluchten naar Amsterdam Schiphol. En dat is een goede connectie naar China. Om te kijken of we met partners hier en in China een rechtstreeks kunnen onderhouden. Daar is naar gevraagd door Hangzhou en dat zou de stroom van toeristen kunnen vergemakkelijken. De bedoeling is dat wij ook in een vervolgstadium ook Surinamers gaan opleiden om die geneeskunde onder de knie te krijgen. Verder heb ik de contractor ontmoet bij een van de business meetings. Hij heeft me gegarandeerd dat. En het ziet er ook helemaal naar uit dat wij het Wanica Hospitaal begin volgend jaar, met name eerste helft van januari, opgeleverd krijgen. Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw zegt dat 10% van de Surinaamse samenleving uit Chinezen bestaat. In dat kader en ook ter uitdieping van de langdurige bilaterale samenwerking met China hebben de landen het uitleveringsverdrag getekend, zegt Getrouw. Dit verdrag zal ook zorgen voor de nauwe samenwerking in het kader van rechtshandhaving en het effectief versterken van het gezamenlijk streven betreffende criminaliteitsbestrijding, CQ-criminaliteitsbeheersing. Zoals eerder aangegeven is er ook een politie-politie samenwerking overeenkomst getekend, waarbij het roadmonitoring systeem deel van uitmaakt. Er is ondersteuning toegezegd aan ons wat betreft capaciteitsversterking en trainingen. In het kader van het road monitoring systeem hebben we ook een rondleiding gehad binnen Huawei, waarbij we getuigen mochten zijn van de verschillende features, zoals nummerplaatregistratie en gezichtsherkenning, hoe het werkt en hoe het kan worden toegevoegd aan ons eigen Safe City project. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Hij is gisterochtend op de persconferentie op Cola Creek samen met zijn collega's van Volksgezondheid en HINT ingegaan op de resultaten van het staatsbezoek van de president aan China.